We onderscheiden twee soorten dalen of valleien. Allereerst een V-vormig dal en we onderscheiden een U-vormig dal. Het U-vormig dal is gevormd door insnijding van een gletsjer. Een V-vormig dal is gevormd door insnijding van een rivier. Bij een U-vormig dal vinden we dus glaciale afzettingen, eventueel fluvioglaciale afzettingen. En in een rivierdal vinden we alleen fluviale afzettingen. Je kan dit spel zelf spelen. Kijk in de beschrijving voor de link.